Mam! Ja? Kom, film ja, maar. Ja, kom eraan. Zo, daar gaan we dan. Zit je weer, hè? Ja, daar zit ik weer. Met jou achter de camera. Ik ben onwijs benieuwd. Nou, daar ben ik weer met mijn moedertje. Bij de vorige video hadden we een sushi mukbang gedaan. En die was ja, echt super goed ontvangen. Heel veel mensen vonden het heel leuk om nou, jou ten eerste te ontmoeten en te zien. Vond je het heel wat leuk toen? Ja, ja, ik vond het echt heel erg meevallen, maar dat was ja, leuk. Ja. Ja, ja, ik vond het ook heel leuk. Maar dit keer weer geen mukbang. Zoals je wellicht aan de titel hebt gezien, heb ik samen met mijn moeder een naked shoplog. En ja, naakt. Naked. Ah. Het idee was dat we blind voor elkaar zouden gaan shoppen. Leuke items zouden gaan uitzoeken. En dan dat aan elkaar laten zien. Maar ons kennende. Nou ja, we kunnen best wel heel verschillend denken over wat leuke kleding is en wat leuk staat. Ja, maar wij bemoeien ons weer met elkaar. We moesten eigenlijk met elkaar bemoeien. Nee, maar dat viel niet helemaal mee. Nee. Dat wil ik dus te zeggen. Dus, maar ja, eigenlijk was ik eigenlijk op dit idee gekomen. Mijn moeder die heeft nogal een verleden met fashion. Klopt. Ik ben meer dan 25 jaar modeontwerpster geweest. Voor verschillende modemerken en met name kindermerken. Ik weet er wel het een en ander van. En over trends en stijl. Ik ben vooral heel erg op stijl gericht en mooie kwaliteit. Het liefst natuurlijke materialen en niet zoveel polyester en acryl, waar wat nu in heel veel kleding wel zit. Dus ja, daar heeft mijn moeder bijvoorbeeld heel erg naar gekeken met het shoppen. En dat is iets waar ik normaal totaal niet op let. Dus ja, ik vond het wel leuk ja, om te zien zeg maar, hoe jij daarnaar kijkt. En je zegt van nee joh, hier heb je veel meer aan of nee, dat gaat zweten. Of... Maar goed, we hebben dus eindstand voor elkaar geshopt, met elkaar toch wel een beetje uitgezocht, maar we hebben niet onze mening gegeven. Dus niet dat we zeiden van, vind je dit leuk of weet je wel, ik heb het wel een beetje open gehouden van oké, ja is goed, weet je wel, van ik ga nog niet zeggen wat ik ervan vind. En ik weet ook al helemaal niet hoe het staat. Want mijn moeder, ik shop heel vaak met mijn, het liefst met mijn moeder wel, want dan had ze echt die leuke dingen eruit dat ik denk, wat heb jij nou weer in je hand? En dan trek ik het aan en is wel leuk. Ja, meestal is het eerst nee, nee. Ja. En dan, nou, laat ik het toch eens aantrekken en proberen. En dan trekt het aan. Oh ja, ja. Ja. Dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik heb veel aan mijn moeder met het shoppen. We hebben echt wel weer geshopt door corona. Nou, maar ook omdat jij gewoon heel veel shopt voor je werken. Maar het is wel leuk om gewoon een keer te doen. Ja. Zou ik hebben samenwerken dat we gewoon samen shoppen? Ja. Ja, dat is leuk. Ja, ja, tuurlijk. Ik vond het ook best heel moeilijk hoor. Ja. Dus ik heb wel een beetje gekeken van nou, wat zou ik leuk vinden voor Sarah? Ja, ik kijk met een ander oog. Dus ja, en dat doet zij natuurlijk ook weer voor mij. Dus ik ben wel echt heel erg benieuwd wat er uitgekomen is. Ja, jij appte mij echt van, jeetje Sarah, dit heeft me echt uren gekost. En toen zei ik echt, wat welcome to my life. Ja, heel veel werk vond ik het. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan niet alvast een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet natuurlijk niet op mijn kanaal te abonneren. En ons te volgen op Instagram. Mijn moeder heeft namelijk ook een Instagram waar ze heel erg actief op is. Dus ja, ook nog. Laten we de 1000 volgers halen. Zo, nog 20 geloof ik. Ja. Dan ben ik eindelijk, ik ben al jaren bezig. Ja, jongens, je moet even mijn moeder volgen. En nou, even een doorkijkje. Kijk even mee naar achteren. Kijk, dit maak ik onder andere. Hele mooie vazen. Heel veel mooie keramiek. Mooie website, dus gemaakt door. Hey, en kijk vooral even met je moeder, want ik denk dat vooral jouw moeder het heel mooi vindt. Maar zoals je wellicht al hebt gezien, hebben we dus een samenwerking met Naked. Jullie hebben ook de kans om te shoppen met korting, namelijk met de kortingscode SARA20. En dan krijg je 20% korting op de hele website, dus dat is echt wel een lekkere korting. Zo, dat is echt een hele mooie korting. Dus ja, als je iets leuk vindt, we hebben je geïnspireerd, vergeet zeker niet te kijken te nemen. Ze hebben ontzettend veel leuke dingen. En dan kun je dus met 20% korting shoppen. Nou, hij is zwaar. Hij is mega. Hij is echt mega. Oké, het eerste item is deze trui. En die is voor jou. Dit vind ik echt... Waarom koop je eigenlijk een trui in de zomer? Nou, dit is van mijn moeders hele leuke trui. En, en het is ook katoenerig, hè? Dus met steeds dat hele mooie zomerweer. Is een trui best wel eens leuk. Ja, dus mijn moeder had deze eigenlijk voor zichzelf gezien. En toen dacht ik, ja,
Ik vind deze ook zo leuk. Wow, deze is echt heel leuk met die mouwen. Pofmouw. Heel leuk. En ik hou heel erg van neutrale. Beige's, ecru, wit. Ik vond dit echt inderdaad helemaal voor mijn moeder. Dus ik dacht, nou ja, weet je, zij vindt het wel leuk als ik iets kies wat zij ook wel leuk vindt. Dus we dachten, misschien is het wel leuk als we eerst even alles een beetje doorgaan. Kijken wat we nou precies hebben. En dan kunnen we het ook meteen stylen. Want mijn moeder is natuurlijk ook van de styling. Oké, dan heb ik hier een doos. Deze heb jij voor mij uitgezocht. Dat denk ik, ja. Ja, dit zijn... Want we hadden maar één paar schoenen. Ja, dit zijn hakjes. Oh, wat een leuk hakje. En wat een onwijs mooie kleur. Ja, ik zou dit zelf nooit uitkiezen. Ik viel echt voor de kleur. Het is een beetje... Nou, ik zou dus dit uitkiezen in het zwart of in het beige. En het steenrood. En dit kleurt echt heel mooi bij beige's, jeans. Maar ik vind het heel leuk om ze te hebben. Het is echt een perfect hakje wat je gewoon... alledaags kan aandoen, bijvoorbeeld als je gaat uit eten op vakantie of weet ik veel. Maar ik heb best wel veel van dit soort hakjes, maar ik zou dus nooit durven of zo misschien in zo'n kleur te nemen. En dat is dan leuk dat ik het uitzoek. Ja, dat vind ik heel leuk. Ze zien er dus zo uit. Oké, wil jij een item pakken? Ja, dit is wat ik voor jou heb uitgezocht. Ja. Ja, ik vind het, ik hou heel erg van dit soort romantische blousjes en dan op een stoere jeans. Dat vind ik heel erg leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe het jou staat, want jij draagt dit niet zo vaak. Ik draag dit nooit. Ik zou echt nooit van mijn leven dit uitkiezen. En ik zou dit ook nooit van mijn leven dragen. Nou, wie weet. Ja, dus maar misschien verander je helemaal mijn gedachten. Maar het ziet er wel heel schattig uit. Dan heb ik deze jurk voor mijn moeder uitgekozen. Beetje de kleur schoenen die jij hebt uitgekozen. Ja, eigenlijk wel, ja. En mijn moeder wil vooral wat langere jurk. Want ja, als je natuurlijk wat ouder bent, ga je niet echt korte jurkjes dragen. En... ik vind die trend ook heel leuk van de lange jurken. Ja. Een beetje de losse jurken. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik draag het nooit, hè? Nee. Want ik ben niet heel erg een jurkenmens. Nee. Ik heb toevallig nu een rok aan, maar ik denk dat je wel een mooie heel kleur leuk gaat staan. Oeh, ik vind hem wel heel mooi. Oh, hij is heel soort doorschijnend, lijkt me. Ja, hij zit een onderjurk bij, denk ik, als ik het zie. Ja, heel leuk. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Ja, ik ben zo benieuwd hoe jou dit staat. Ik ook. Want je zei dus dat je graag een lange jurk wilde en ik vond deze heel leuk. Mooi print. Ja. Beetje neutraal, toch? Decent. Ja. Ik zou dit ook gewoon aandoen, hoor. Nou ja, maar dat is het leuke. We hebben een beetje dezelfde maat. Dus wie weet gaan we ook van elkaar zelf dragen. Die is eruit gevallen, zie je? Oh, er zit echt een onderjurk bij. Wow. Een losse onderjurk. Oké, netjes. Nou, ik heb hier iets voor jou. En dat is iets wat ik jou eigenlijk ook nooit zie dragen. Nee. Ik vind de jumpsuits helemaal leuk. Hij is heel erg stoer. Dus vind ik leuk. Hele zware. Ja, het is een beetje een soort beige denim. Ja, dat moet je straks gewoon even in zijn hoofd zien. Ja, ik vind het echt amazing. Ja, ik ben, ben heel erg benieuwd. Ik ben ook zo benieuwd. Maar weet je wat, ik vind het heel leuk, maar ik zou er nooit op komen ofzo. Nou ja, het is ook niet iets wat je de laatste jaren veel gezien hebt, maar wat je de laatste tijd eigenlijk, vind ik hoor. Ik vind dat je het best wel ziet. Ja, ik vind het maar heel ik ben ook wel heel benieuwd hoe die zal staan. Het is wel een hele dikke stof, hè? Ja. Wel een warm pak. Ja, en doordat mijn moeder hiermee kwam, want ze had een beetje laten zien wat ze voor mij had, had ik geen commentaar op gegeven, dacht ik, dan ga ik ook een jumpsuit voor mijn moeder zoeken. Oh. Dus ik ben met een spijker jumpsuit gekomen. Dat is eigenlijk een beetje afgeleid van de tuinbroeken misschien. Die je vroeger had. Nice, ik vind het een mooie kleur. Ja, dus ik ben ook heel benieuwd hoe deze gaat staan. En dit is ook mijn maat, dus we kunnen van elkaar stelen. Ja, dit is wel heel leuk. Dit is dus met lange mouwen, dus het is denk ik wel wat meer van de winter. Oh, wel leuk. Maar ik vind het ook heel gaaf. Oh, ik vind het ook wel. Het is een beetje zo'n mom jeans broek eronder. Ja, ik vind het wel. En een knoopje. Ik ben wel heel benieuwd, want een jumpsuit is wel lastiger qua pasvorm. Ja. Omdat je natuurlijk en met een bovenlijf en een onderlijf in één pak te maken hebt. Ja. Dus, hier ben ik ook heel benieuwd naar. Want ik heb voor Sarah, ik was gewoon in een romantische bui, denk ik. Was je verliefd? Ik heb voor Sarah een heel erg leuk jurkje met een... beetje lila, zwarte roos. Maar dit soort jurks heb ik zo lange mouw, maar je kan hem ook natuurlijk een beetje laten poffen, die mouw. Ik denk dat hij hier heel erg leuk gaat staan. Ja, dit gaat zo. Ik heb heel veel van dit soort jurkjes. Dat vind ik heerlijk. Ik vind het heel mooi. Oh, leuke knoopjes hier ook.
Oh ja, heel mooi. Leuk. Dan heb ik iets wat ik jou nog nooit heb zien dragen. Maar ik het wel heel... Ik denk dat je gewoon leuk vindt en leuk staat. Ik zie wel een hele mooie kleur. Ik denk dat het jou... Ik denk dat jij dit nooit voor jezelf zou kopen ook. Dat je niet denkt van, oh, dit ga ik kopen. Maar... Wat het is een lounge set. Oh, maar ik vind die kleur al heel erg mooi. Ja. Hé, hey, maar kijk eens. Twee broeken. Niet. Ja. Er is iets fout gegaan. Tenminste, ik neem aan dat jij geen twee broeken bestelt. Nee. Oh. Ja, ze hebben gewoon twee broeken gegeven. Nou, dan hebben we er allebei één. Nou ja, in ieder geval een hele leuke joggingpak. Heb ik inderdaad niet. Draag ik ook nee, echt ik ben nooit. Heel benieuwd. Benieuwd. Ik sta dan altijd mee en denk, ja, wel leuk. Maar dan koop ik liever iets van kleding. Ja. Wat ik gewoon... Als je dan je geld uitgeeft. Ja. Maar ik vind het wel heel leuk om te hebben. Welke maat is dit dan? Dit is S. S. En dit is een M. Ja, maar je bent wel lang. Ja, dat is waar. En het mag ook wel oversized zitten. Ik vind het heel mooi. Nou, ja, we gaan het zo heel benieuwd. Straks zien hoe het staat. Oh, laatste item. Denim. Die heb ik voor jou uitgezocht. En... Een broek, altijd leuk. Oh, ik heb helemaal niet eens zo'n kleur. En dat vind ik ook heel erg leuk met dat blouseje wat ik besteld heb. Mom jeans. Mom jeans, gewoon een lange. Je moet het iets verder weghalen misschien. Ja. Ja. Ik ben benieuwd of het me goed past. Zie, oh, ik ben helemaal benieuwd. Dat hier 1% elastaan in zit en dat is toch wel lekker. Maar dan geeft hij net even iets meer pasvorm. En elastaan is een soort elastiek en hier zit een 1% in. Dus dat doet wel iets met de pasvorm. Dat jullie het even weten. Ja. Oké, zullen we dan alles gaan aantrekken? Ja. Ik kan echt niet wachten. Leuk, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Nou jongens, we hebben als eerst de jumpsuits aan. Wat vind je ervan? Ja, ik ben heel erg verrast. Hij zit heel erg mooi. Ik vind hem echt heel erg leuk. Heel erg leuk. Ik vind jou echt heel leuk hierin. Ik ga hem zelf ook dragen. Ik denk ook hè, dat jij hem wel aankomen. Ja, ja, ik vind hem ook echt leuk. Ik vind het leuk om de mouw gewoon één keer zo om te slaan. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, het is namelijk best wel een beetje dikkere stof. Ja. Maar je kan ook zeggen, nou, ik doe hem gewoon lekker stoer zo. Kijk, hoe leuk. Echt stoer pak hoor. Hele gave hoge tailleband. Ja. Ja, ik vind het... Maar zou je dit ooit zelf kopen bijvoorbeeld? Ja, ik vind het wel echt eens iets een heel ander item dan wat je normaal in je kast hebt. Ik denk als jij dit aan hebt, dat iedereen zegt van, wow, wat heb je aan, echt leuk. Ja, ik ben jij bent ik ben er blij mee, ja. Leuk. En nu ik? Ja. Wat vind jij? Ja, heel leuk. Ik vind hem alleen een beetje ruim zelfs. Het is een 38 die je aan hebt. Best wel. Ik vind het, ik had mooier, ik vind het mooier als bijvoorbeeld wat strakker was geweest. Ja, of je moet die centura, ja, die belt wat. Maar ik vind het, ik ga hem sowieso dragen. En wat ik zelf heel leuk vind, want je hebt er nu sokjes onder. Ja. Je zou die sandaaltjes er eens onder moeten doen. Want eigenlijk... Die hakjes die ik erbij gesteld heb. De mix van stoer en vrouwen. Wel leuker, ja. Leuk. Als die strakker is, man. Ja, dat is mooier. En mijn moeder heeft ze een beetje opgestroopt. Ja, opgerold heet dat. Wat meer opgestroopt, dat zeg ik nou weer. Ja. Naar wat is dit echt een leuk outfit? Naar welk event? Of nou, ik bedoel, welke gelegenheid? Ik vind dat je dat eigenlijk gewoon heel snel aan kan. Want het is ja, maar ik ga dit niet op een alledaagse dag aan doen. Dan zie ik er helemaal mooi uit voor niks. Het is altijd leuk om er mooi uit te zien. Ja, oké. Ik vind het iets wat je gewoon... Levensmotto. Ja, het is altijd tuurlijk. Maar jij zou dit met die hakjes bijvoorbeeld doen? Nou, ik vind dat wel... Ik vind het met sneakers ook leuk. Maar met zo'n hakje kan wel verrassend zijn. Want ik vind eigenlijk stoer en vrouwelijk bij elkaar. Kijk jongens. Ja, daar hou ik wel van. Ja, heel leuk. Wauw, het is leuk. Maar ik zou het niet samen dragen. Ja, vind ik leuk. Ja. Ik hou ervan. Ja, ik vind dat leuk. Maar ik vind stoere boots of sneakers ook heel erg leuk, dus het is best wel veelzijdig. Ik vind de hakjes sowieso echt heel erg leuk voor onder een jurkje dan gewoon. Nou ja, trouwens, waarom ook niet. Ja, ik zou dit dus nooit van leven uitkiezen, maar ik vind het heel leuk. Ja, ik vind de jumpsuit geslaagd. Ik ook. Oké, dan hebben we de jurk. Ons jurkje. Nou, ten eerste vind ik mijn jurkje heel schattig. Langer als wat ik normaal heb. Hij zit ook heel goed. Heel mooi. Welke maat dan nou? S? Een 36. Ja, ja. Oh ja, een 36. Ja, ik vind het heel leuk. Normaal heb ik natuurlijk meer een jurkje dat zo is. Maar goed. Juist omdat jij vindt langere jurkjes leuk. Maar ik vind het ook wel leuk om een keer wat langer jurkje te hebben eigenlijk.
Ik vind het ook met name weer heel leuk met van die Dr. Martens boots. Ja. Of met van die Western laarzen. Ik vind de kleur je ook heel mooi staan. Ja, en ik vind dit ook een hele mooie hals. Mooie hals, ja zeker. Ja, nou, hij zit echt heel mooi. Leuk jurkje hoor. Helemaal leuk. Nou, en dan ik. Ja. Met mijn gewaad eigenlijk. Hè? Een soort van gewaad. Ja. Ja. Nou, ik vind het leuk. Kleur vind ik prachtig ook. Ik vind het echt iets, helemaal iets voor jou. Het is wel iets voor mij, ja. Ja, dit ja. Vind ik, hier zie ik jou zo in lopen op vakantie. En er zit dus een onderjurk ja. bij. Dus dat is wel handig, een losse onderjurk. Dus het schijnt dan ook niet meer door. Nergens. Ja, ik vind de kleur ook echt... Ik ben er ook heel blij mee, Sarah. Ik ben kijk eens staan. Leuk. Kijk ons staan in ons jurkje. Helemaal leuk. Moeder en dochterjurk, hè? Ja. Helemaal leuk. Nee, ik vind hem echt heel leuk, man. Nou, daar volgende outfit. Volgende outfit, inderdaad. Moet ik beginnen? Ja, dat is goed. Nou, ik vind de broek echt amazing. Dit is echt de perfecte pas voor. Hij zit fantastisch. Heel erg goed. Echt goed. Hij sluit zelfs goed aan in je taille. Ja, en dat heb ik echt nooit met een broek. En ook die 1% elastan, die doet wel echt iets. Maar gaat het dan nog veel meer uitrekken als dit? Nou, denim loopt altijd ietsje uit. Okay. Sowieso, ook als er geen stretch in zit. Ja. Dus op zich is die stretch juist meer vormvast. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja, en het blouseje, ja, heel schattig, maar... Ik weet niet of ik dit ga dragen. Ik vind het niet leuk op elkaar, de kleuren. Kan wel, maar het is misschien eerder op een lichte broek. Ja, of op een zwarte dan. Maar oh ja. Oh, maar ik vind het wel een heel erg leuk blouseje. Ja, ik vind het blouseje heel leuk. Maar niet op elkaar vind ik het niet leuk. Nee, snap ik wel. Maar ik vind het blouseje wel schattig. Maar ik zou het zelf gewoon nooit kopen. Maar het staartje leuk. Hoe zit het nou aan de onderkant? Of het is een soort... Oh ja, dan gaat hij poffen. Vind ik heel leuk. Maar waar zou je dit bijvoorbeeld op? Ja, op een lichte broek. Ja, op een lichte broek of wat je zegt zwart. Ja. Ja, wit vind ik het maar ook. Maar dit vind ik wel gewoon leuk voor uit eten of zo. Joh, dit kan je ook gewoon altijd. Maar waar, dit is wel een huispak. Ja. En die heb ik niet. Dus nee. Ik vind het wel. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Ik ben helemaal niet van roze en zo. Ja, het staat je. Maar ik ben net je lipkleur. Het is wel een mooie kleur. En we hebben de trui een S. Nou, en de broek een M. Nou, ik had die trui echt niet groter moeten hebben. En, dus ik zou een kleine maat aanraden. Ja. En de broek. En de broek. Jij bent wel heel lang. Ik ben lang, maar ik heb een M aan. En hij zit nu goed. Mij zat hij te groot. Ik zou ook eventueel een S'je kunnen hebben. Ik vind iets strakker ook wel mooi. Maar als huispak. Als huispak heerlijk. Ja. Dan ben je zo lekker zacht. Ja, nou ben ik een knuffelbeertje. Oh, en ik heb mijn moeder op deze look opgerold. Dat vind ik ook altijd sowieso heel leuk bij jeans. Ja. Nee, ik vind de look eigenlijk los van elkaar heel erg leuk. Ja, ja ik echt. En ik vind die blouse echt super leuk. Ja. Kijk, een denim is altijd lekker. Een goed zittende denim wil je allemaal in je kast hebben. Dit is ook wel echt goede kwaliteit. Ik heb meerdere naked broeken en die zijn echt mijn favoriet. Oké, dan als laatst hebben we de trui van mijn moeder. Hij past niet echt op deze rok, maar daar kijk ik even doorheen. Stel je altijd eens gewoon op een broek, vind ik hem heel leuk. Ja, ik vind het gewoon basic. Ik draag eigenlijk nooit korte truien, maar dit is soort... kort. Ja, ik vind dit een korte trui. Ja. Voor mij is die kort. Dus, ja. Ik vind het een hele leuke mouw. En wat ik al zei, het is van wat katoenen garen, dus het is niet synthetisch. Een mooie kool, een mooie kleur. Ja, ik vind het wel een mooie kwaliteitstrui. Ja. Kwaliteitstrui. Wil jij hem ook eens even aantrekken op je broek? Is goed. Want dat is wel leuk voor de... Ja. Oké, ja, dit staat echt super leuk. Eerlijk. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje apart dat we allemaal winteritems hebben. Nou, niet alleen maar urban wear. Nou, we hebben niet allemaal winteritems. Maar ja, ik heb gewoon gekeken wat vind ik leuk. Ja. Ja. Joh, het is zo in september en dan trek je het eigenlijk ook weer aan. Ja, dat is ook zo. Nou, ik vind hem wel heel leuk. Leuk voor mijn stage ook gewoon. Is wel leuk. Heel erg leuk staat hij. Maar voor jou ook. We kunnen hem allemaal lekker aan. Eigenlijk hebben we best wel dingen geshopt die we allebei aan kunnen. Ja, inderdaad. Kijk, ik pas die broek niet, want die zit te strak in mijn taille. Ja. Maar ik zou hem wel zo aan kunnen. Ja. Ik zou hem wel aan willen hebben. Ik vind het echt... In feite hebben we best... En jouw jurkje ook heel erg leuk. Ja. Nou jongens, dan was dat alweer de video. Ik vond het echt een super leuke twist eigenlijk. Gewoon zeker. Om een keer een shoplog op deze manier te doen. Ik heb nu items die ik niet zelfs uitkiezen, maar wel heel erg blij mee ben. Ja. Dat is echt leuk. Ik zag ook echt nu andere dingen. Ja.
En ik vond ze oprecht heel mooi staan. En ook voor mezelf gesproken heb ik ook echt hele leuke dingen. Hele andere dingen dan wat ik normaal zou kopen. Ja. En dat is ook wel eens leuk om. Ja. Niet dat ik van mijn stijl af wil stappen, want dat nou, is gewoon je stijl. Het is absoluut ook mijn stijl. En verrast, heel leuk. Ja, heel erg leuk. Ja, ik vond het ook wel een beetje spannend, want het was wel ook voor mij de eerste keer om dit te doen. Maar misschien is het nog wel een keer. Ja, als jullie zeggen van hallo, dit is hartstikke leuk. Laat dan weten in de comments. En dan ga ik natuurlijk vaker zo'n video maken met mijn moeder. Of met een andere gast, met Isabel of Bo, kan ik een keertje doen. Dat is ook leuk dat we voor elkaar gaan shoppen. Dus vond je dat leuk? Vergeet dan niet het laten weten in de comments. En natuurlijk een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet zeker niet de kortingscode SARA25 te gebruiken natuurlijk, als je wilt shoppen. Wat is nou precies de kortingscode, zeg je? SARA25. Oh, dat maar het staat heel ook, maar het staat ook in beeld. Oh, dat staat ook in beeld. Ja. En vergeet ook niet te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!